paal zitten. Een spel waarbij het een kunst is om zo lang mogelijk op een paal te blijven zitten. In deze video zullen wij, Rick en Jesper, ook gaan paal zitten. De regels zijn simpel. Wie het langst blijft zitten, wint. De verliezer zal worden bekogeld met 3 eieren. Om de 2 uur mag er iemand 5 minuten af. Wie dat is, wordt bepaald door een challenge. We mogen van tevoren 5 minuten spullen verzamelen om mee naar boven te nemen. Maar voordat het spel kon beginnen, hebben we natuurlijk een paal nodig waarop we kunnen zitten. En als je ons kent, weet je wel dat we het veel te groot en te hoog aanpakken. Jup, we hebben een constructie gemaakt van wel 5 meter hoog. Dus we zullen er wel op moeten blijven zitten, want er is geen weg meer terug. Laat de challenge maar beginnen. Maar eerst hebben we allebei 5 minuten om spullen te gaan verzamelen die we mee naar boven mogen nemen. En nu gaat mijn 5 minuten in. Ja. Doei! Ik heb alles bij elkaar geraapt, binnen 5 minuten als het goed is. Alleen ik zie Rick hier nog nergens. Dus als het goed is, moet hij hier nu bijna aankomen, maar ik zie hem nog niet. Oké jongens, ik heb geen idee of dit. Buik op tijd. Nog net, echt nog net. Maar wat heb je allemaal meegenomen, man? Ja, wil je zien wat ik mee heb? Ja. Een verrekijker, voor als het boven zit. Kan oh, dat is wel slim. Ik heb chips, koekjes, wraps, kipfilet. Sla. Als je die even voor mij maakt, kan je 4 dat ding doorgeven. Puur onzin. Nou, wil je zien wat ik mee heb? Ah, ik heb eigenlijk niks speciaals meer. Vooral eten, drinken. Knak! Oh! Spelletje. Dit is goed! Dat is heel leuk! We zitten heel lang. Dat is leuk. Ja! Veel succes! Je komt er niet meer vanaf waarschijnlijk. Van wel, Rick. Dit is het dan. Het begin van het einde, denk ik. Dit is ook echt veel te hoog. Daar zit ik dan. Ja, wat moet ik met mijn tas doen? En nou moet ik erop. Daar ga ik, jongens. Om mijn tas. En daar ga je dan, hè? Oh, dat is wel spannend hoor. Dat is hoog. Echt heel hoog. Daar zit je dan, hè? Nou moet de trap nog weggehaald worden. We hebben wel een assistent die de trap kan weghalen, maar... Ja. Ik zit hier echt niet chill. Joe, wat kan je met je tas doen? Niks. Niet? Ja, ik heb hem hier aan die haak gehangen, maar dat is niet zo stevig, dus ik moet er eigenlijk spijkers in slaan. Wat een techniek. Wat een techniek is dit, hè? Ja. En het is nu 7 uur. En de tijd gaat nu in dat we hier beginnen. Rick, mogen de beste winnen. Mogen de beste winnen. En de verliezer krijgt eieren op zich heen, dus ik wil echt niet verliezen. Dus ik blijf gewoon zitten. Wesp! Ah! Als er een wesp komt, kan je kant op, hè. Dus dan... Nou, weet ik veel wat anders. De eerste 20 minuten zit erop, maar ik voel me niet zo fijn, hè. Ik voel een beetje angst, want ik kan nergens heen. Ik weet niet wat we aan het doen zijn, Rick. Ja, ik wil serieus niet meer. Ik wil er ook vanaf. Ah. Ik wil er serieus vanaf. Rick wil er nu al af, wat is dit? Nee, ik vind het gewoon niet fijn. Ja, we zitten er serieus net een half uur op. Ja, ik voel het gewoon niet fijn. Ja, ik krijg wel door hoor, maar ik moet even eerst wennen denk ik. Dit is dus een easy win voor mij en dan mag ik 3 eieren op jou gooien. We zitten hier al te lang, de vervinding slaat toe, dus we hebben een challenge voorbereid. En daarvoor hebben we nodig... Waterballonnen! Waterballonnen! We hebben dus waterballonnen en we gaan de hele tijd schaarste en papier doen. En de verliezer, die krijgt een waterballon op zich gericht. We hebben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterballonnen. En we beginnen nu gewoon meteen met steen, papier, schaar, Rick. Steen, papier, schaar. Wat heb jij? Yes! Ik ga je echt gewoon vol raken. Nee, je moet wel uitkijken dat ik niet val. Ik moet me echt goed vasthouden. Ja, jij moet je goed vasthouden. 2, 1. Oh, je hebt echt nog geluk. Je hebt echt nog geluk. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Yes. Oh nee. Nee! Je moet wel halen gooien, man. Ja, maar ik bespaar je nog een beetje. Ja, besparen. Dit was gewoon... Ik dacht, ik gooi er dadelijk af. Steen, papier, schaar. Yes! Nee. Yes! Ik mag nog een keer gooien. Auw! Waarom knapt die niet bij jou? Ik gooi gewoon in je nek. Nog een keer. Steen, papier, schaar. Yes! Nee! No. Nee, nog een keer. Ja, ze knappen gewoon niet. Niet doen. Ja. Alles gaat fout. Ja, ik ben hier een beetje nat, maar dat was het. Dus ik ga even in de tas knabbelen. Wat zeg je nou? Oh yes. Oh, ik wil ook. Dit is wel even lekker smikkelen, hè? Hey. Wie weet zit weer dat het morgen vroeg of zo. Nee. Jij op? Ja. Oh! Nog een keer. Oh! Oh yes! Oh, dit is wel lekker af hoor. We moeten de camera ook heel via deze balk naar elkaar toe doen om te kunnen filmen. Dus dat is een beetje wel een gedoe, maar ik denk gewoon lekker even een pakje drinken. Ik heb zoveel doos, ik heb er al 3 op. De zon is trouwens ook al onder. En het begint eigenlijk echt donker te worden. Het is nu bijna 20:45. Oh, elke 2 uur mag er 1 iemand 5 minuten af en daar moeten we een challenge voor doen. En het is 9 uur. Dus dat betekent dat er 1 iemand 5 minuten af mag. Oh ja, is dat nu? Ja, dat is nu. Jij pakt je telefoon, je zet op Snapchat een 1 of een 2 neer, ja? En als ik hem raad, dan mag ik eraf. En anders jij. Ja. Ja, heb je daar meteen omdraaien? Ja. Ik ga voor nummertje 1. God, nee! Yes, yes, yes! Ik mag er 5 minuten af, maar dat heb ik ook wel echt nodig. Even strekken en ik moet heel nodig naar de wc. Ja. Jongens, ik zal jullie even laten zien hoe het er vanaf hieruit ziet. Besef, de hele buurt kan je zien. Ja, serieus. Ik heb even stiekem waterballonnen gepakt en ik ga proberen op Jesper te gooien. Ik ga het gewoon doen. Wat zeg jij? Rick, niet doen, niet doen! Ah. Oh, het is niet te doen deze. Ja, ik... De lichten staan ook aan. Het is al donker op camera. In het echt is het denk ik zo. Ik moet er al lang weer op, dus ik ga weer. Onze hulp heeft een challenge bedacht. We moeten gaan badmintonnen. Ja. Zo, die mag naar jou toe. Ja, maar 1 ding is. Nee, 2. Oké, we gaan overtennissen. En degene bij wie het balletje of de shuttle valt, die andere mag om 11 uur naar beneden. Ja, dat is nog wel over een uur, maar... Dat is over een uurtje, ja. Maar... We doen alvast de challenge. Ja? Ja. Yeah! Ja, wat is het nu al? Ik heb het al verpest. Dit was een inkomrondje, vind ik. Oké. Ja, we moesten nog serieus even. Inkomrondje. Yo, dan moet hij weer even in de bak gelegd worden. Ik mag wel weer opslaan, vind ik. Oké, poging 2. 3, 2, 1. Oh nee, nou heb ik het echt verpest. Nu heb je het echt verpest. Het ging best goed. Het ging best goed, die gaat weer naar beneden. En ik over een uurtje ook. Ik heb er zoveel zin in. Oh, dat betekent dat ik nog 4 uur lang hier moet zitten. Nee, nog 3. Oké jongens, het is 11 uur, dus Jesper mag eraf. Ik mag eraf, onze slaaf komt er weer aan. Kom maar door. Oh. Moet je niet naar de wc? Hè? Ja, ik moet duchtig naar de wc. Ik ga een trui aantrekken, want ik begin een beetje koud te krijgen. Je zit er echt mooi onder de sterren helemaal. Kijk eens naar boven. Ik zie niks. Even lekker plassen. Wat vind ik dit toch heerlijk zeg. Ik moet eigenlijk weer terug de toren op, maar ik heb er geen zin in. Maar het zal toch moeten, dus we gaan het toch maar wel doen. Ik dacht, ik ga goed gebruik maken van mijn 5 minuten. Ik heb even een biertje gehaald. En ik heb geplast en ik ga terug de toren op, om mijn 5 minuten zijn om. Kijk hem op. Jongens, proost. Ah. En nu moeten we nog 2 uur voordat er weer iemand af mag. Ja. En gaan we nog volhouden? Ik wel. Ik denk wel. Ik blijf serieus zitten. Ja, ik blijf goed zitten. Ja. Ik blijf goed zitten. Jij kunt stoppen, maar ik blijf zitten. We zijn over middernacht. Over middernacht. Dat betekent al dat we er 5 uur op zitten. Holy shit. Het is dus net 12 uur geweest en we beginnen een beetje moe te voelen. Nog minder dan een uur en dan mag er weer iemand af. Ja. We waren het bijna vergeten, maar we moeten nog een challenge doen voor wie er weer af moet. 4 uur, het is bijna 1 uur, dus we gaan weer een challenge doen. Gewoon ouderwets steen, papier, schaar? Ja. Steen, papier, schaar. Jullie zien het niet, maar ik heb verloren. En ik heb papier en Rick had steen. Nee, dan moet ik nog langer. Ik moet echt... 6 uur. Nou heb je me echt te pakken, want ik moet nogal echt naar de wc. Dit is een lekker puntje om... Nou, ik denk dat jij er dadelijk afgaat. Jij bent zo vastberaden. Yep. Ik zit vastberaden in de stoel hier. Dan gaan we weer naar beneden. Doei Rick. Ik heb stiekem even een waterpistool gepakt, maar dit weet ik niet. Ik heb 5 minuten en ik ga even beschieten met water. Hij probeerde me met de waterballon te gooien. Ik met het waterpistool. Ja! Yeah. Ik ben wel weg! Nee! Ah, nee. Oh, ik kom echt net hoog genoeg. Ja, yeah. Nou, ik word er echt niet nat van. Niet? Ik zweer, dit is best lekker. Maar mijn 5 minuten zijn ook om, dus ik moet er terug naar boven. Ik weet niet of jullie dit zien, maar ik ben wel even helemaal nat hoor. Ja, ik zag hem ook al aankomen, maar hij was al zo lang weg. En hij heeft me gewoon geprankt. Geprankt. Het is nu 5 over 1. Maar ik zie het echt niet meer zitten. Ik zit serieus al 5 uur. Hoe lang zit ik nou hier? 4 uur lang hier. En ik moet echt naar de wc. Mijn rug doet pijn. Mijn benen doen pijn van dat houtje hier. Ja, maar als ik eraf ga, dan moet ik eieren bekogeld. Dat is het kutte. Ja. Het is 1:30. Ik begin zo moe te worden. Ik ga eraf. Echt? Uitgesloten. Nee. Ga echt dan? Ja. Ja, ik heb echt geen zin, maar ik ga echt niet lang vol. Ik ben fucking moe. Ik heb reiner. Ja. Oh shit, nu moet ik wel eieren. Nu moet ik de eiertjes in. Oh. Je mag van mij blijven zitten hoor. Ja, nee, ik mag er nu ook af. Je hebt gewoon verloren. Ja. Ik ben zo blij. Holy shit. Oh, dit doet pijn. Nee. Schiet op. Staan. 3, 2. Ja, maar wacht. Wacht. Ik. Ah! Ik gooi de mis. Yes. Ik gooi de mis. Ah! Oh, die knuffel. Oh, die doet pijn. Oh, die doet pijn. Ah, yeah. Die hebben het echt op mijn kop. Jongens, doei.